DorpsTV Achterveld. Hier is hij, Prins. Ja. Nou, we gaan hem even wegbrengen. Maar we willen eigenlijk dat je mee naar buiten komt om nog wat te doen. Voor de oude tijden die je kindertjes hebt geregeld. Dat heb ik tegen hem gevonden. Oh, dat is zo. Allemaal op gepaste afstand. Mag mondkapje mag af op gepaste afstand. Goeiedag. Kijk, kijk, kijk. Henry en Mirjam. Ja. Wat een verrassing allemaal zo, hè? De hele raad van 11. Nou weet ik waarom Juliette met de kantine in lokte. Nou ja, het is toch een... Het is al wat. Het is de laatste... Laatste keer. De laatste keer dat jullie deze aanbieden. En daarom is toch de hele raad is aanwezig. Familie is aanwezig. Jaap! Kan ik jou er eventjes bij roepen? Want jij mag zometeen het brood overhandigen. Nou, dat is een... Tot morgen geheim, want dit gaat dus niet meer om het weggeven, maar waarschijnlijk iets anders gebeuren. Zou het? Nou, als ik Jaap zie, de vorige... Ja, maar, ja. Nee, dat hoort zo, hè? Dat, Je gaat hem niet aan de eerste beste klant geven. Het motto van dit carnaval is... Alles heeft zijn eigen tijd. En ik ben blij dat onze prins en adjudant hierin voorop gaan. Er iets van maken. Wie krijgt het brood? Vertel het. Ja, je hebt het vermoeden al, denk je. Maar je krijgt hem terug. Echt, ik heb hier de oorkonde. De prins gaat hem zo voorlezen. Ongekend wat jij voor het dorp hebt gedaan. Echt, petje en petje af. Echt, serieus. Echt. Samen met haar. Wij, Prins IJstijd van de carnavalvereniging, hebben de eer als hoogste onderscheiding de krentenpuup uit te reiken aan Hendrikus Philippus Schouten, geboren te Stoutenburg op 23 augustus 1952. Medeoprichter en daarna secretaris Jeugdraad Leuzen. Medeoprichter en daarna secretaris Avanti Sportvereniging Achterveld. Voorzitter 4-5 mei Comité Achterveld. Lid parochie Raad Sint-Jozefkerk Achterveld. Lid liturgie overleg, diverse bestuursfuncties bij de supermarktafdelingen van UMB, Meermark Spar, secretaris Achterveldse Winkeliersvereniging, ondertekend Prins IJstijd, Pub Koppeland, 23 februari 2021. Wow. Nou, een eer en genoeg. Ja, van groen en groen. Meer dan handen vasthouden. Pupenkapper! 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 Sommige mensen vroegen zich nog wel eens af hoe ik tijd had om tussendoor de winkel te runnen. Want het was ook meer dan een fulltime baan. Maar alle eer aan Mirjam, alle momenten dat ik weg was, de momenten die ik weg was. Heeft Mirjam me thuis al opgevangen, maar dit hebben we echt niet gemerkt. Nou, hartstikke mooi, Henry. Mooie woorden. Hartstikke mooi. Ik kom zondag met een feesthoed op, of een rare muts, maakt mij niet uit. We hoeven niet verkleed verder, want we gaan geen Polonaise lopen. Wie zondag in de winkel komt, dat is morgen al. Wie zondag in de winkel komt, die krijgt iets warms mee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een beetje een verrassing. Nou, helemaal een verrassing. Weet je, het was zo sterk gisteravond om 7 uur was dat ding nog niet opgehaald. En normaal komt er altijd wel iemand van de Raad van 11 om tussen 6 en 7, want hij blijft zo lang mogelijk in de winkel staan om hem op te halen. Dus ik belde om 7 uur naar Jos Stra. Ik zei, Jos, je bent van de carnavalsvereniging, wie moet dat ding komen ophalen? Toen zegt hij, nou, laat hem maar staan tot morgen een uur of 11, dan komt de prins, want vanavond doen we het niet meer. Nee, en het was misschien wel helemaal... niet gelukt. Als het echt carnaval was geweest, want op vrijdagavond lig ik om 10 uur op bed, omdat we om 5:30 beginnen in de winkel. En
Ik weet dus nog het verhaaltje wat ook in het Puppenkoppenblad staat, dat ze mijn vader een keer naar ons gebouw gelokt hebben. Nou, dat was met mij nog moeilijker geweest. Niet dat ik geen carnavalsganger ben, maar op vrijdagavond mij naar het gebouw lokken, dan had ik het meteen geweten dat ik de pup zou krijgen. Ja. Mirjam, zat je ook in het complot? Of, Gedeeltelijk. Oh. Henry denkt van niet, maar ik kan ook heel goed iets geheim houden, zonder dat hij het weet. Oké, dus je was wel een beetje betrokken. Ja. Maar juist dat er hier in ons dorp een club is als de Puppenkoppen, die neutraal een onderscheiding kunnen uitdelen zonder dat het een lintje is. En het is natuurlijk ook een uniek ding, omdat het herinnert aan de Puppenkopvereniging zelf. Nou, allebei ontzettend gefeliciteerd. Geniet ervan en veel plezier gedaan. Dankjewel. Dankjewel.